We hebben de klacht gekregen dat wij zo nu en dan die Toto niet serieus genoeg nemen. Omdat we het een beetje aan het eind doen, dan lijkt het soms alsof we er een beetje doorheen willen jassen. De sponsor is ontevreden, begrijp ik. Nee, nou ja, niet de sponsor, maar meer wie gewoon dan? Het publiek. Het publiek vindt ook dat het publiek zal die rubriek wel serieus nemen, ja. Ja, het publiek vindt ook dat wij daar meer tijd voor moeten nemen. Dat we gewoon bij stil moeten staan. Dus ik wou nu gewoon klant is koning, Wilfred. Zo is het, hè. De Toto. Het is een moeilijk moment om dat nu eerder te doen. Ik weet, jouw bioritme is daar niet op ingesteld, maar we gaan het toch proberen. Ik ga hem even opzoeken. Atletico Madrid, Real Madrid. Een gelijkspel. Real Madrid. Ja? In het hol van de leeuw? Zijn niet in vorm, hè? Hè? Zijn niet in vorm. Maar hoezo ga je dat zeggen? Ik denk, probeer het een beetje te analyseren, dit. Hoezo zijn ze niet in vorm? Maar hij doet het nou serieus. Ja, ja, weet ik. Serieus. Ik moet het neerzetten nu. Ik moet het onderdeel even neerzetten. Wat zeg jij? Ik denk, mag het jou meedoen? Vitolo en Costa? Nee, hè? Nee, Costa sowieso niet. Natuurlijk niet. Nee, nee. Ik hou Atletico. Zeg je Atletico? Ja. Waarom? Ja. Dan kun je Jan er niet meer bij betrekken als je het serieus wil doen. Nou, omdat jij het zegt, Jan, neem ik Atletico. Omdat jij bent een kinder hier. Zo ben ik er ook. Ja, jij doet Real en dan jij gelijk. Oké. Okay. Ik ga even bellen, Jan, dit weekend. Zit je ook gewoon bij die wedstrijd of niet? Nee. Nee? Oh, wat burgerlijk voor de welke TV. Welke wedstrijd gewoon doe jij dan, Ziggy? Ik doe hoe heet het? Arsenal. Arsenal Tottenham en Leganas tegen Barcelona. En dan als raket naar het Kuipje. Hè? Naar het Kuipje toe. Ja, maakt me weer daar. Ook een wereldpartij. Ja. NAC Breda Ajax. Er is geen crisis, zei Ronald de Boer bij Ajax. Dat is absoluut. Nee, die wint Ajax. Ja, op zeker. Geen probleem. Ja, Ajax. Ja, ja, tuurlijk. Maar het levert niks op, hè? Nee, maar ja, wat kan ik dan doen als Ajax wint? Ja. Ja. Zal ik het gewoon de gok nemen? Gelijk, zeg ik. Gewoon een beetje, moet even okay, een beetje risico nemen. Anders met gebeurt die helemaal Indianers niks trainer bij NAC. En dan gelijk tegen Ajax. Het slaat ook op zich nergens op. Maar ja, we moeten een beetje risico gaan nemen. En bovendien moet ik het neerzetten, het onderdeel. Hè? PEC Zwolle PSV. Ja. PSV. Ja, ik zeg dat ook. Maar ja, ik zeg maar gelijk spel, want anders heb ik helemaal niks verdiend. Ja. Ja. Maar PSV wint die wedstrijd toch wel met Lozano. PSV denk ik ook. Geen probleem. Ja. Maar het is wel de topper van het weekend. Ja, hartstikke leuk voor PEC. Hartstikke leuk. Ik had niet verwacht dat Johnny van Schip zo goed zou doen. Ik had nog met twijfels op Johnny, dat is echt zo'n Amsterdammer, of die daar in de provincie wel in het pulletje zou vallen. Bij Twente is hij ooit begonnen, was het helemaal niks. En hij doet het hartstikke goed. Daarom heb ik een extra vraag nu voor de Toto. Scoren beide teams bij PEC Zwolle PSV? Ja. Ja. Ja? Ja, PEC gaat gewoon wel scoren. PEC gaat een doelpunt maken. Tuurlijk. Oh, nou ja, dat zeg ik ook, ja. Maar ik heb nee is hoger. Denk jij dat PEC een doelpunt gaat maken? Denk het wel, ja. Okay, ja, ik denk het ook. Zeg ik nee, anders gebeurt er helemaal niks natuurlijk. Nou, dit is wel allemaal serieus, hè. Dit is echt goed aangepakt, hè? We hebben het nou zo goed voor de mensen gedaan dat ze allemaal naar een andere zender gegaan zijn. Ja, denk je, ja. Dan zijn ze nu allemaal kwijt. Nou, dan mag